vette dinsdagavond om klokslag 11 over 7 loopt carnaval in Genk stilaan naar zijn einde met het straattoneel van de gezellen, het hanengooien en de verbranding van Malbroek. Het is al 43 jaar traditie dat de gezellen hij op Vettendezig een stukje komedie kunnen opvoeren. En vandaag is dat niet anders. En in plaats van die chique adellijke dame hebben ze door een charmante, innemende en levenslustige vrouw uit Genk gepakt. Een vrouw die je allemaal kent en die heette Johanna Catharina Kühne. Johanna Catharina Kühne had jarenlang hij de Fantasia uitgebouwd en die was gekend als Jean van Kinnek. Wat is nou het goed probleem dat die vier gasten al jaren doet zijn? En dat de garçon, of de butler in dit geval, de rol van de gasten moet even doen en dus bij iedere gang van iedere lijstje een toast moet uitbrengen op madame of op de aarde. Mamadam! Jongen, ziet je er toch chic uit? Ja, dat is toch ook mijn verjaardag, hè? Oh, my god. Zeg, en het is goed feest vandaag, hè? Jongen! Is alles veilig voor het feest? Zeker, madam. Alles is gered. En mijn gasten, zijn ze er? Ze zijn er al. Ze zitten zelfs al een toffel. Oh, dan kan het feest beginnen, Harry. Dan kunnen we beginnen met de sop. Met de sop, met de sop. Met de sop, met de sop. Zeg, en bij de sop drinken we sherry. Sherry, madame. Sherry bij de sop. Zoals elk jaar, madame. Ja, natuurlijk, Harry, bij elk jaar. Zoals elk jaar, tomatensop en balletjes. En doe sherry erin. Sherry, 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 sherry. De stadsjeugdprins, zo'n jonge gast dat eet dat wel. Ja, ja, want die A-prins, dat is niks te tegen. Hè? Ja, dat is niet. Nee. Oh. Je pakt ze maar direct met de nak, want dat biesje nog eens ooit. Rosa, wel lastig. Met wat gaan we beginnen? Met de koning of de koningin? Koning. Sorry, jongen. Het hanengooien is ook al een oude traditie. Er worden zogenaamd twee hanen in het publiek gegooid. Één voor een eer en één voor een dame. Dat is Demi. Oh, dat ging je af.
De boy kwam met het bericht dat recht was gesproken over de bandiet Malbroek. Ik ben blij dat ik de negen niet heb kunnen snappen van Malbroek hier. Ten eerste heb de Malbroek hij in Genk serieus wat aangericht, want het ging niet meer zo goed hij in Genk. Het heeft weer gezegd dat de palissen van Genk hun drone gepikt is. Zo'n drone, mensen, je weet wat dat is zoiets. De kunst met vliegen zonder de wind te zitten. Eigenlijk, ja, vogelen zonder te vliegen. Ja, ten tweede, hij heeft alweer veel gezegd dat er geen schaatsbaan was in Genk tussen de skinnertjes. We moeten gewoon schrikkelen in Hasselt bij die Vinsterwitte. Kost ook geld. Wij geven alle schade in Hasselt uit, hele winter. Schepen zeggen dat veel dat dit jaar toch eens verandering kan. En s'avonds, als er nog een borrelleven is, wil ik ook nog een hebben. En je krijgt ook sop van boven Sint Maarten. Die heeft zijn frigo helemaal leeggemaakt. En dit gezagzijnde wil ik nu besluiten als populist. De 17 februari 2015. En zoals elk jaar sterft Malbroek de vuurdood. En dan nog een tas lekkere erwtensoep om op te warmen. Zo eindigt carnaval 2015. Carnaval met een hart op het Stadsplein.